Het Gents Milieufront roept alle Gentenaars op om een wit laken buiten te hangen. Zo willen ze de Gentenaars sensibiliseren voor het probleem van de steeds toenemende luchtvervuiling in de Gentse binnenstad. Hallo. Goedemiddag, van Gents Milieufront. Wij komen het witte laken overhangen voor onze actie. Oké, het is goed. Het is zo dat we vorige week de Europese norm, wat dus de gehalte fijn stof in de lucht betreft, overschreden hebben. Dat wil zeggen dat we al meer dan 35 dagen een hoger gehalte hebben dan in de lucht dan toegestaan. We lanceren dus vandaag een witte lakenactie. Waarbij de bedoeling is dat we zoveel mogelijk mensen gaan overtuigen om een wit laken vanuit hun raam of balkon te hangen. Waarbij dat laken dan eigenlijk minstens een periode van 3 à 4 weken blijft buiten hangen. Zodat het de tijd krijgt om roet en fijn stof te gaan capteren. Na 3 weken wil het Gents Milieufront de lakens opnieuw inzamelen om ze dan op 21 september te overhandigen aan schepen van Milieu Tine Heijsen. Zo wil het Gents Milieufront meer politieke aandacht vragen voor het probleem. Het is zo fijn stof. Je ziet dat niet, je hoort het niet, je voelt het zelfs niet, maar het is er wel degelijk en daardoor is het heel erg onderschat. Het is een problematiek die een heel grote impact heeft, vooral op de volksgezondheid dan. Gisteren was nog in de media ook een studieresultaten van het VITO en de Universiteit Hasselt, waaruit blijkt dat een hoog gehalte van fijn stof in de lucht leidt tot een vernauwing van de bloedvaten met een verhoogde kans op hersen- en hartinfarcten. Lieselot Verroken uit Gent hangt ook een wit laken uit en daar heeft ze zo haar redenen voor. Mijn vriend heeft op Facebook een advertentie hierover gezien. En aangezien dat hij hooikoorts heeft, wou hij eens kijken hoeveel fijn stof hier in Gent ronddwaalt. En aangezien dat wij nog jong zijn, willen we graag er iets aan doen. En willen we de gevolgen er niet van dragen binnen 25 jaar. Wie graag wil meedoen aan de actie of extra informatie wenst, kan terecht op www.gentsmilieufront.be.